Goedemiddag dames en heren op deze stralende zondagmiddag. Hier weer een nieuwe uitzending van Happy TV. Ik heb vandaag heerlijk gerend met mijn trailmaatje Nieves. En daar wil ik even wat over vertellen. Want kijk eens. Ta-ta-ta-ta-ta. Wij hadden vandaag, of althans laat ik het over mezelf hebben, ik had vandaag een soort van vakantiedag. Nieves niet, want die stond vanochtend om 7 uur, stond ze hier op de parkeerplaats om te starten aan een 60 kilometer training. En dat ging ze vandaag doen door 5 keer de boomplantroute te lopen. Dat is echt een hele mooie route, vanaf het buitencentrum van Schorl. En ze had Stefan, haar nieuwe trailmaat, had ze zover gekregen om 3 rondjes met haar mee te rennen. En ik had ik mocht de laatste 2 rondjes meelopen. Dus nou, dat was heerlijk. Het is fantastisch weer. En het is best wel druk weer buiten. Vooral op de, ja, hoe zeg je dat, op de meer knoopachtige punten, maar in het bos zelf is er echt geen kip, dus het is, en de vogeltjes zijn allemaal blij, dus heel mooi. En nou, Nieves ging echt als een malle. Het was vooral, we begonnen aan het laatste rondje, dus zij had toen, ja, ongeveer 50 kilometer gehad. En ze liep echt, nou, alsof ze net was begonnen. En de laatste 5 kilometer kregen we het allebei zwaar. Ik kreeg een beetje last van mijn knie. Ik heb dus, ja, even een dingetje met mijn knie. Dus daar moet ik even een beetje mee oppassen de komende tijd. En Nieves, die had gewoon bijna 60 kilometer gelopen. Dus, maar ze heeft het gered. En nou, we worden nu dus even beloond. Want kijk, ze heeft dus een onwijs cool campertje. Zwaai eens even. Joehoe! En ik heb vanochtend pannenkoeken gebakken. Dus wij gaan zo lekker de tuinstoeljes uitklappen en onszelf verwennen. Nou ja, verder hebben we eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Maar ik vond het wel weer even leuk om te delen. En nou, Nieves heeft mij in ieder geval de afgelopen weken echt geïnspireerd om ook wat serieuzere ultra's te gaan lopen in de toekomst. Ik moet zeggen, vandaag 24 viel me al wel een beetje zwaar. Dus ik heb nog veel werk te verrichten. Maar ja, met zo'n maat komt het allemaal goed. Precies. Nou, veel plezier met alles en tot snel.